Juli is net begonnen. Een mooi moment om terug te kijken op de eerste helft van 2021. En dat waren veel pieken en dalen. Te beginnen met een dal. De eerste helft van het jaar was namelijk een halve graad te koud. Op 31 januari werd de eerste matige vorst gemeten sinds 2 jaar. En op 7 februari werd code rood afgegeven voor sneeuwjacht en sneeuwduinen en begon er een koude golf die maar liefst een week duurde. Wat betreft zonuren was het een top 10 notering met zo'n 1009 uur zon. Wat betreft neerslag viel gemiddeld over het hele land zo'n 50 mm meer. Daarna ging de temperatuur snel omhoog en er werden eind februari 6 winterdagen genoteerd met een temperatuur van 15 graden of meer. Ook zijn er 4 warmterecords gebroken. April kende geen enkele warme dag. 6 april was zelfs de koudste aprildag sinds 2013. Ook kwamen er veel vorstnachten voor en 7 april viel er bijna 20 centimeter sneeuw in Vaals. In juni schoten de temperaturen omhoog. Het werd de warmste junimaand ooit gemeten. Er werden maar liefst 23 warme dagen genoteerd en de warmste was op 17 juni. Het werd toen 34 graden in Hupsel. Op 18 juni was sprake van een regionale hittegolf in het zuiden van het land. De laatste week van juni was een stuk wisselvalliger en koeler. En hoe het hierna gaat verlopen, dat is nog even afwachten.